Thijs Veldhuis, welkom bij NAC. Ja, dankjewel. Je hebt zojuist je eerste training erop zitten. Hoe was het? Ja, lekker. Leuk om de jongens te leren kennen, de trainers te leren kennen. En dan, zo'n eerste training is dan altijd lekker, weet je wel. We hoorden je ook al een aantal keren coachen. Is dat wat we van jou mogen verwachten ook? Ja, dat sowieso. Ik denk dat het als centrale verdediger ook heel belangrijk is dat je dat, doet. Dus, Wat type verdediger ben je precies? Ik ben een linker centrale verdediger die verdedigend zijn mannetje staat. Die iets extra's aan de bal heeft. Wat rust in zijn spel heeft. En rust in het team kan brengen. En met ook nog aancoachende kwaliteiten. En je hebt natuurlijk ook al, ondanks dat je nog redelijk jong bent, al best wel wat ervaring in onze competitie. Ja, ik heb nu inmiddels twee seizoenen in de KKD gespeeld. Dus als je dat ervaring noemt, dan is het, dan is dat ervaring, ja. En je debuut gemaakt in het mooiste stadion van onze competitie? Ja, dat ook, inderdaad. Mijn eerste wedstrijd bij NAC uit. Dat was 2 jaar geleden, volgens mij. Dat we het niet over de uitslag hebben, maar dat was wel een mooi moment toen. Ja, want je komt nu in eerste instantie voor een jaar over. Waarom NAC? Toen NAC eigenlijk zich meldde voor me, toen wist ik eigenlijk gelijk wel dat ik naar NAC graag wou. Ten eerste gewoon omdat het een grote club is en ik vind het gewoon een eredivisiewaardige club. Zo hoor ik eigenlijk in de Eredivisie thuis, helemaal als je kijkt naar het stadion, de supporters. En dat sprak me heel erg aan, dus vandaar de keuze. Zal het een groot verschil zijn, denk je, van Weidewormer naar een Radverleg met 19.000 man? Ja, dat sowieso. Ik denk qua supporters sowieso. Maar ik heb er vooral heel veel zin in gewoon om voor de supporters te spelen. Nogmaals, welkom bij NAC. Ja, dankjewel.